Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is er, of eigenlijk gisteren, is een nieuwe update uitgekomen. En ik ga proberen om een heel erg lekker potje dit te zetten. Dus ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. Zou heel erg tof zijn als je een blauw duimpje willen achterlaten als je er zin in hebt. En ik wou ook nog even een shout-out doen naar deze persoon. Want deze persoon heeft namelijk gewonnen met de vorige giveaway. Ik ga gewoon heel snel even een zelfpromotie doen. Als je nog niet geabonneerd bent, zou het heel erg tof zijn als zou je dat willen doen. We willen natuurlijk op naar de 300.000 abonnees. En dat gaat natuurlijk niet zomaar lukken. Het zou in ieder geval heel erg tof zijn als zou je op het abonneerknop willen klikken. En misschien kan je het ook wel doorsturen naar je vrienden of vriendinnen. En als laatste, als je mijn merchandise wil, check even de link in de beschrijving, oftewel paradeshop.nl. En nu gaan we dan echt beginnen. Sorry voor deze schaamteloze zelfpromotie. Dus ik startte net dus mijn Fortnite op en toen kreeg ik opeens dit in beeld. En toen dacht ik van, oké, leuk dat ik nieuwe dingen heb, maar toen zag ik deze. En toen dacht ik weer van, wow, wait, what? Dit komt perfect uit. Ik bedoel, ik heb legit nu een codename 11. Die een soort van... Ik heb een Minty codename 11. En ik heb ook nog eens een Mary Mint X. Laten we naar Retro gaan. Want ik heb namelijk even... Ik heb toch stiekem even lopen spieken. En er zit namelijk nu een soort van kerstboommarkt in Retro. Zoiets in die richting. En je kan daar iets van 600 of 700 hout fixen. Als je tenminste natuurlijk alles kan hakken in één keer. Ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. Ik heb... Oh, wat? Ik dacht... Oh, wat heb ik dat? Maar ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. En ik ben ook benieuwd of we een beetje lekker potje neer kunnen gaan zetten. Ik ga mijn best doen in ieder geval. Oh my god, dude. Ik weet nog wel dat namelijk tijdens kerst hier altijd een hele grote kerstboom kwam. En dat je... Minis? Oh. Dat je daarna weer 3 chests of zo eromheen had. Iets in die richting. Maar dit jaar is het dus anders. En dit jaar hebben we gewoon heel veel kerstboompjes. Tot nu toe in ieder geval. En daar kun je echt ziek fout van fixen. Bizar. Sorry, het spijt me. Ik had je door. Het spijt me, jongen. We hebben in ieder geval wel een lekkere pump nu erbij. Dus dat is mooi. Ik weet dat er een aantal nieuwe items in zitten. Dus met dit sneeuwmannetje. Ik dacht echt van, waarom de hek zijn ze blauw geworden? Maar dat komt namelijk aangezien... Oeh, nice. Je ze nu kan gooien. Nou, dat kon al. Je kon er al in. Dat was allemaal niet zo nieuw. Je kan dit juist ook stuk maken. Dan krijg je een bal. Kan je hem oppakken. En... Oh, ja. En dan ontploft hij. En het is best wel goed. Want je krijgt namelijk 80 damage als je hem op je krijgt. Dus dat is een beetje goed. Maar hey, soms zijn goede dingen ook gewoon leuk in Fortnite. Maar ik was hier dus net al geland. Alleen hier kan je echt zoveel hout fixen. Hier. Gewoon al deze bomen. Dat is echt bizar. Je krijgt 15 ongeveer natuurlijk. 15 hout per boom. Nou, reken maar uit hoeveel dat is. Want er zijn hier een hele hoop bomen. Dus ik wil eventjes nog... Klein beetje hakken en dan op die enemies afgaan. Want daar zitten er wel een aantal. Maar deze nieuwe update bevalt me tot nu toe best wel. En ik hoop ook... Oké, het spijt me. Oh, wat? You lucky bastard. Jammer. Helaas ben ik ook gehit. Hij hit was nog best wel vol, though. Maar prima. Auw. Waarom deed ik dat überhaupt, Rick? Dat was echt dom. Jammer. Jammer! Oh, wat is het toch lullig, jongen, met deze burst. Kijk, als je deze burst hebt, dan heb je al gewoon gewonnen bij dit soort gunfights. Sorry als jullie trouwens een hond horen blaffen op de achtergrond. Alleen, als er niemand thuis is, dan gaat het zo hard blaffen de hele tijd. Gewoon, het stopt gewoon niet. Hij heeft gewoon geen zin in. Hij gaat gewoon... 27 blaffen. En dat kan af en toe wel een klein beetje vervelend zijn. Maar ja, dan weet je in ieder geval waardoor het komt. Niet dat je denkt van, Rick, waarom de hek blaft een hond nog steeds? Ik zou even naar beneden gaan. Eigenlijk wil ik nog wel even kijken of we een... Oh, dit is al geloot. Oké, laat maar zitten. Ik wil eigenlijk dan toch nog wel een hunting rifle hebben of zo. Want die zit er nu ook weer in. En dat vind ik toch wel leuk, weet je. Gewoon even weer een hunting rifle. Even die OG feeling weer hebben. Maar we hebben volgens mij echt een maand of zo. Is misschien wel langer gewacht op...
Wait, what? Of is er een boot? Maar, ik probeer het nog één keer te vertellen. We hebben echt wel langer dan een maand gewacht of zoiets op een update van Fortnite. Dat het tenminste iets veranderde. Want, ik bedoel, we hebben echt legit heel erg lang met gewoon deze map moeten spelen. En, 55 goud. Zonder dat er echt iets veranderde of zo, weet je wel. Maar nu hoop ik wel dat ze dit nog een beetje gaan volhouden. Want we hebben dus gisteren best wel een hele goede update gekregen, naar mijn mening. Er bleken ook nog wat achteraf wat dingetjes aangepast te zijn wat je niet meteen ziet. Met matchmaking en dat soort dingen, dat je misschien iets minder betere enemies tegen je krijgt. Aangezien, laten we eerlijk zijn, als ik een potje speelde, kwam ik echt tegen goede mensen. Maar ik heb nu legit wel even zin om gewoon even een lekker potje in te zetten. En dat heb ik echt in tijden niet gehad hoor. Dat ik echt gewoon zin had om Fortnite te spelen. Dat is een tijdje terug al. En waarom drop ik die dan ook? Mag je niet nog meer bij je hebben? Oh, wat? Je kan ook gewoon niet twee keer... Waarom kan dat niet? Wat de heck? Waarom kan je niet twee inventory slots vol met sneaky snowmans doen? Oké, dat is apart. Oh, er zit daar iemand. Er staat er iemand aan de overkant. Daar. Daar, oh. Of nou, niet daar. Nog daarvoor. In dat eilandje staat iemand. Ik hoop niet dat hij mij... Oké, he dead. Links van mij staat iemand te springen met de sniper. Alleen waarschijnlijk zag ik hem niet vanwege mijn facecam. Maar deze guy is echt keihard gesniped. Maar laten we hem gewoon... Ik heb een plan. Wat nou als we deze guy een beetje looten? Gewoon een klein beetje. Dus we pakken deze pump bijvoorbeeld. Zo. Oh, dat was al eerder dan ik had gehoopt. Hij heeft een goede shotgun. Oké. Ik denk dat ik deze guy wel kan hebben. Kom maar. Oh, we moeten kapot ver. Wait a second. Gaat hij dood of niet? Hij moet wel doodgaan toch een keer? Ik bedoel, ik zou het kunnen overleven als ik die andere medkit ook pak. Right? Oeh, hij dacht hetzelfde. Oh, come on. Deze guy moet ik echt hebben nu. Oh, come on, Rick. Jongen, ik sta onder druk. Lekker, jongen. Lekker. Oh, je hebt die dingen. Oh, kijk, dat verklaart een hoop. Kijk, dan kan ik het ook. Dan kan ik ook de Steamroom overleven. Natuurlijk is het wel gewoon slim van hem, dat er niet van. Maar hey, dan overleven we het sowieso wel, toch? We hebben 4 kills en we moeten helemaal hierheen. En we krijgen zo meteen 2 HP vanaf. Maar dat overleven we wel met 2 van die visjes. En nog eens 3 medkits. Als ik het niet overleef, dan is het waarschijnlijk mijn eigen fout. Ah, oké, dat is meestal wel zo, maar toch. Maar ik meen het, als wij nu gewoon de victory al kunnen halen... Dan vind ik dit weer even echt een lekkere update, hoor. Het kwam er heel raar uit, maar... Maar niet uit. Oké, wat nou als wij nu dit visje poppen nog? En dan bij de... Ik weet niet, hoe ver moet ik hem laten gaan voor de medkit? Ik weet het niet. Ik ga gewoon gokken op 50 HP. Waarschijnlijk is het nog wel iets van 30 of zo. Maar toch wil ik het niet... trouwens, het is 20. Want je krijgt 2 HP eraf. Maar laten we hem gewoon alvast even innemen. Ik bedoel, als we hem innemen kan geen kwaad. Dan hebben we toch 3 medkits. Er zijn nog maar 5 enemies over. We hebben 4 kills. We hebben... Niet extreem veel materials. En er loopt daar 1 enemy die mij niet gaat zien, hoop ik. Nope. Oké, dat is chill. Ik heb alleen echt nog even echt heel erg hard shields nodig. En die heb ik niet. Dus dat wordt ook nog even een dingetje. Maar eerst deze medkit weer innemen voor de tweede keer. Oké, laten we gaan. En laten we even kijken of we nog wat enemies kunnen killen. En hopelijk heeft hij dan... Laat maar zitten. Ik heb niks gezegd. Ik ga niet een enemy killen. Ik wil namelijk deze airdrop hebben. Want... Oh, wacht. Het zit natuurlijk ook nog in de slurpee. Dus we krijgen sowieso shield erbij, right? Yup, oké, nice. Lekker, Rick. Lekker, jongen. Lekker. Maar als we nou ook nog eens shields krijgen uit de airdrop, jongen. Oh, dan ben ik echt binnen. Laten we dat zo doen. Minis, shields. Wauw. Oké. Dat valt me vies, maar dan ben ik echt vies tegen. Ik kan wel even wachten misschien. Maar dan krijg je elke seconde krijg je eentje. Dus aan de andere kant wil ik ook weer een kill maken met deze sneaky snowman. Want dat lijkt me toch ook wel even geniaal. Kijk, je kan zeggen dat ik aan het campen ben. Klopt ook wel. Maar ik krijg wel HP erbij. Dus op zich is het een effectieve campmanier. Ik moet gewoon nog even 30 seconden chillen, oké? En daarna ga ik alle kills nog pakken. En laten we dat ook gaan proberen. Want we hebben niet heel veel mats. Oeh.
Oké. Er waren een hele hoop hits die ik gewoon gratis kreeg. Denk niet dat ik dit red nog. Denk niet dat ik daar een kill mee ga pakken. Denk het namelijk niet. En als ik het krijg, dan heb ik er niet veel aan. Want dan pakt die andere guy zijn loot. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dit moet gaan doen. Want ik wil niet pushen. Want dan heb ik te weinig materials voor. Ik heb niet weinig, maar... Ja, om nou echt een hele gunfight aan te gaan. Nee, daar ook weer niet, hè. Zie je misschien nog een chest of zo? Oké, ja. Shields? Nope. Psych. Laten we eerst even deze chest hier binnen pakken. Deze hier. Tanks, dat is minis. Top. Dat is heel erg nice. Oké, we hebben nog 12 dingen. Hoe noem je die dingen ook alweer? Sneeuwballen noem ik ze eventjes. En daar zou ik dan toch wel een kill mee moeten kunnen maken, right? Oké, laten we dit allemaal even weghalen. Dan weten we in ieder geval 100% zeker dat er niemand hier is. Daar zit één iemand. Als ik het red, hè. Oeh! Oké. Oeh! Lekker. Lekkere hit. Deze guy is niet slecht. Wat? Oh, ik heb hem. Ik wil zijn dingen pakken. Als ik dat namelijk kan doen, dan heb ik namelijk kapot veel dingen weer. Nee, dat wou ik niet. Please. Lekker? Lekker, lekker, lekker. Nee, dat wou ik helemaal niet. Nee. Dus go, Rick. Dacht het even niet, hè? No, 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 no. Come on, Rick. Ik wil dit zo graag winnen nu, hè? Lekker. Nice. Oh, ik heb hem! Nee! Lekker, jongen. Lekker dan. Lekker, jongen. Oh, lekker was dat virtueel. We hebben een kill gemaakt met... Ja, hebben we hem soort van gekillt mee? I don't know. Het was wel de oorzaak ervan, maar maakt niet uit. We hebben 6 kills gemaakt. Natuurlijk niet heel erg veel, maar het is op zich wel prima. Ik vind het echt super chill dat we deze update hebben uitgebracht. Ik hoop echt, zoals ik al zei... Dat we dit een beetje gaan volhouden. Dus laat zeker weten even in de reacties achter wat jij van de updates vindt. Ik geef het wel echt wel een 8. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van deze video. En dan hoop ik dat ik je ook morgen weer zie bij een nieuwe video om 5 en om 7 uur op mijn kanaal. Ciao.